Wordt Malburgen een ghetto? Bewoners van de wijk luiden de noodklok omdat er steeds meer bewoners met verschillende problematiek naar de wijk zouden komen. Sarah Dobbe van de SP in Arnhem legt uit hoe dat komt. Waarom komen er steeds meer probleemgevallen naar de wijk? Nou, het is in ieder geval zo dat wij gisteren heel erg zijn geschrokken van de woorden die werden gebruikt in de nieuwsuitzending. Daar werd ineens gesproken over ghetto's. En dat is natuurlijk wel heel zorgelijk. Maar wat wij al langer zien in de wijken van Arnhem, het zijn wel de signalen en de zorgen van bewoners die zeggen, ja, er komen steeds meer de nieuwe bewoners die hier komen wonen. Het zijn steeds minder gezinnen. Het zijn steeds meer mensen met een rugzakje, zoals ze dat dan zelf noemen, die begeleiding nodig hebben. En waardoor de wijk verandert en de samenhang in de wijken verandert. En als je dus kijkt, gisteren werd in de nieuwsuuruitzending werd de wijk Malburgen genoemd. Maar wij spreken met mensen in verschillende wijken in Arnhem. En je ziet het bijvoorbeeld ook in andere wijken terugkomen. In wijken als Presikhaven heb ik het gehoord. In wijken als de Geitenkamp, waar mensen echt zorgen uitspreken over wat gebeurt met onze buurt en onze wijk. En worden wij niet vergeten door de stad Arnhem? Ja, u noemt het dus geen ghetto. Wat voor woord zou u er dan voor gebruiken? Nou ja, kwetsbare wijken zou je het kunnen noemen, maar wat voor woord je er ook voor kiest. Het is gewoon heel erg belangrijk om niet weg te kijken naar wat de bewoners daar zeggen. De risico's die daar, de zorgen die daar leven. En dat is dat, het zijn eigenlijk twee dingen. We hebben bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen, mensen met psychische problemen die begeleid moeten wonen. Wij zitten nu met mensen aan het spreken, met gezinnen aan het spreken in één straat, Johan de Witlaan. En in die ene straat zijn al 6 plekken waar dat soort huizen zijn met mensen met begeleid wonen. Waar het soms heel goed gaat en soms ook niet. Maar dan vraag je wel af, waarom zijn er 6 van die locaties op één straat? En waarom zitten die niet in andere wijken? Waarom zijn die niet in andere straten? En als je bijvoorbeeld kijkt naar een wijk als de Hoogkamp, nou ja, het lijkt wel alsof daar een muur omheen staat, want daar worden dat soort huizen niet geplaatst. En waarom is dat zo? En waarom zou je, als je een laag inkomen hebt, niet in een wijk als de Hoogkamp kunnen wonen? Want dat kan nu op dit moment ook niet. Ja, en heeft de SP hier een oplossing voor? Of misschien alvast met klaarleggen misschien? Nou, laten we beginnen met eerst te kijken waar we bijvoorbeeld mensen met begeleiding, die begeleiding nodig hebben, of kwetsbare groepen, waar we die huisvesten. Je zou willen dat dat niet allemaal in één straat gebeurt, maar dat je dat een beetje spreidt over de stad. En het tweede is, die wijken waar nu een grote muur omheen staat, waar je niet kan wonen op het moment dat je een laag inkomen hebt, waar gewoon geen betaalbare huizen zijn voor normale mensen, daar zou je willen dat daar gewoon betaalbare huizen komen. Zoals wijken in Hoogkamp, maar ook bijvoorbeeld wijken als Alteveer en die wijken in Arnhem. Hoe komt het nou dat er die diversiteit onder druk staat in Arnhem? Nou ja, wat wij dus horen van de mensen die daar wonen, zijn verschillende dingen. En wat ook uit de nieuwsuuruitzending blijkt. Vroeger werden daar gewoon nog in dat soort wijken gezinnen geplaatst. Hè. Maar wat je nu steeds meer ziet, is dat er mensen komen die nergens anders in de stad een plekje kunnen vinden. Dus mensen die bijvoorbeeld psychiatrische problemen hebben, die begeleiding nodig hebben. Ja, die moeten ergens wonen en dat is ook heel goed. Maar waar kunnen die het beste wonen? Die kunnen het beste wonen, of het makkelijkste wonen volgens dat soort instanties in de gemeente. In de plekken waar nu het goedkoopste zijn, waar de goedkoopste huizen zijn. En dat is vaak in dezelfde wijken. Dus dat is wat je ziet. En tegelijkertijd, als je dus een lager inkomen hebt, kun je ook niet meer terecht op andere plekken. En dat is ook wat de nieuwe woonwet doet. Je kan niet meer, je kan geen betaalbare woningen meer vinden op andere plekken in de stad. Als jij een lager inkomen hebt, dus je wordt wel gedwongen eigenlijk om in dezelfde wijk te wonen. En soms gaat dat heel goed, maar als bewoners zelf zeggen het wordt een probleem, ja, dan mogen wij als politiek niet wegkijken. En dan moeten wij daar wat aan doen. En daarom hebben wij gisteren ook vragen gesteld aan het college. En willen we daar ook een antwoord op wat wij hieraan gaan doen.